vind je het goed als wij nu even elkaar vragen gaan stellen die we moeten beantwoorden? Ja, want dat gaat ook... Ja, want ik vroeg me ook af hoe het met je vriendin ging. Krijg even de tyfus, Mark. Dat... Jij... dat is... geen commentaar. Wacht even. Ik ben een benieuwde vriend. Wat zeg je? Ik ben een hele benieuwde vriend. Hoe gaat het met je vriendin? Ik kan wel zeggen, het is niet mijn vriendin. Oké, maar het is niet je vriendin. Nee. Maar wat is het wel van je? Is het gewoon een schouwtje? Is het een prela? Is het een rela? Het is, wat is het wel? Het is sowieso een vriendin van me, dat sowieso, maar dat, ja, dat moet natuurlijk ook. Ja, maar dat was heel duidelijk, maar het is sowieso dat, maar wat is het nog meer? Dat ga ik heel even met haar bespreken. Maar zou je het willen? Dat weet ik nog niet, Mark. Het is, wij kennen elkaar. Als je nu moest kiezen, is het een vriendin of is het niet? Ongeacht haar antwoord. Zou je haar als vriendin willen? Ja of nee? Oh. Dat is de vraag. Dan zeg ik nee. Weet je waarom niet? We zitten nu in die fase dat we elkaar leren kennen. Wij kennen elkaar nog maar heel kort, hè? We kennen elkaar misschien een maand, anderhalf maand. En we zijn elkaar gewoon nu aan het leren kennen. En wie weet wat eruit komt. Dat is ook mijn volgende vraag. Wanneer heb je voor het laatst seks gehad? Je kan ook tyfus krijgen. Hey, mensen gaan terugrekenen en dat soort dingen. Dat gaan we absoluut niet beantwoorden nu. Want ik vroeg me af, wanneer heb jij voor het laatst seks gehad? Dat is de ene. En jij gaat er zelf moeilijk over doen. Ik mocht jou een vraag stellen. Nee, je hebt gelijk. Het is helemaal niet zo'n hele moeilijke vraag. Maar ik ga er geen antwoord op geven, want met terugrekenen en dat soort dingen. Dat is het geheim. Weet je wat we gaan doen? Wij gaan aangezien we als ik van jou die test heb gehad en ik heb ook corona gehad, dan kunnen wij weer met z'n tweeën gaan suipen. Nee. Dus dan ga ik je alles uitleggen. Oké, maar wacht even, want jij hebt deze vraag nu niet beantwoord. Wat gebeurt er bij een onbeantwoorde vraag? Want we mogen elkaar vragen stellen. Ah, tyfus, ja. Ah, kut, dat is waar. Dan hadden we een tegenprestatie. Wat waren die kut tegenprestaties dan? Ja, dat heeft jouw redactie uitgezocht, nu die van mij. Nee, ja, volgens mij was het echt, had dat iets te maken met een rauw ei eten. Moet ik dat echt doen? Als jij eieren bij de hand hebt. Ja, ik heb hier eieren. Gadver. Hey, maar Mark, wacht maar. Oh, nee. Hé, luister eens, vriend. Het is mijn show, dus ik kan nu niet terugkrabbelen. En ten tweede, ik heb jou nog geen eens vragen gesteld. Dus ik ga die bewaren, 1 seconde. Wat is het stomst irritant? Oh ja. Illegale, wat je ooit was ergens wat je gedaan. Nou, ik vind deze wel. Ik vind deze wel, meneer Zuid, noem ik je. Ik weet niet waarom. Wat zijn jouw meest onnodige uitgaven per maand? En hoeveel zijn die uitgaven? Oké, nou, mijn meest onnodige uitgave is, ik koop regelmatig kleren waar je knijtergroot het merk op ziet. Ja. Dus bijvoorbeeld, zeg maar echt gênant, hè? Dus zeg maar, deze heb ik dan laatst gekocht. Die. Dat is wel heel heftig. Oh, wauw, ja. Oh, die heb ik gezien, of dit soort schoenen, zeg maar. Maar, zeg maar, dat zijn knijt onnodige uitgaven. Want ik vind die iets mooier. Oké, hoeveel honderd mag? Dan is dit de vraag. Nee, dan is dit de vraag. Hoeveel geld geef jij aan kleding uit per maand? Dat is nog wel... Dat ligt wel... Zullen we doen dat ik dan gewoon een adje moet doen per onbeantwoorde vraag? Hey, weet je wat we gaan doen? Ik ga ook wel. Mag ik dan ook atten? Want ik wil geen ei. Ja, oké, weet je wat we doen? Doe je hele glas vol. Ga jij die atten, at ik dit ei. Maar dit is echt heel kut. Want er is ook nog eens wijn met een bubbeltje. Gewoon prosecco. Nou ja, daar komt die dan. Vriend, ik ga een ei atten. Jij gaat wijn atten. Ja, dat is waar. Dat vind jij toch wel lekkerder. Okay, ik ga het
2, 1. Oh, dit is... Oh, shit, man. Oh, my god. Oh, god, my... Dat is gewoon mijn ontbijt, hoor, een rauw eitje. Hou je... Nee, helemaal niet. Is dat je ontbijt? Wijn is jouw ontbijt, toch? Ik pak een nieuwe fles. Nee, jij bent naar deze... Moet ik een nieuwe fles pakken? Nee, ik pak een nieuwe... Jij pakt een nieuwe fles. Ik wou het zeggen, deze heb ik niet te lang geopend. Goed, jij hebt mij een vraag gesteld. Ik mag jou weer een vraag stellen. Wacht, 1 seconde. Mag ik jou vragen? Is dit een lekker wijntje of niet? Jij hebt hier verstand van? Ja, ik kan jou dus niet zien, maar ik geloof me... Ik geloof het. Wat staat erop? Oh, shit. Dat was... Kut. Geen... Sorry, mocht de wijn niet in beeld doen, krijg ik nu te horen. Dat is reclame. Oh, oké. Okay. Nou, goed. Maar in ieder geval, neem het lekker. Ik heb dan nog een vraag voor jou. Ja? Als je haar nu toch zo gigantisch verpest is. Ja. Nee. Waarom ga je dan niet ook lekker millimeteren? Nee, oké, luister, wij hebben allebei... heb jij een fout gemaakt? Nee, bij jou staat het goed, man. Ik moet je eerlijk zeggen. Ja, maar dan kan jij dat toch beter doen dan deze rare lokken die je erin hebt gedaan? Hé, hey, luister, ik wist niet dat dit erin zou blijven. Ik dacht dat het na 1 keer... Joekje, die had het toch geverfd, die zou het na 1 keer... Die zei 1 keer. 1 keer was ze eruit. Toen zei ze 5 tot 15 keer. Jij was gewoon in de experimentele fase. Oké, dat is waar. Niet alleen met mijn haar. Ja, dat is net als iedereen die zegt, ja, ik heb mijn haar gedaan, want ik heb had een weddenschap verloren. Dan denk ik ook altijd van, nee. Maar dat ook niet. Ik gewoon met trots. Dat is waar, zeker. Maar nou, ik draag niet meer trots, want ik vind het gewoon niet zo mooi. Ik vind het nu al 10 keer beter dan het was, hoor, daar niet van. Maar antwoord op je vraag, wil je echt weten waarom ik kaal ga? Ja, waarom kijk. Ga je niet kaal? Kijk dan, je zit een kale plek bij mij. Ik heb een kale plek op mijn hoofd. En dan moet ik nog een haartransplantatie nog van doen. En als dat is gedaan, dan ben ik kaal. Nee, dat wordt dan wel duur. Dat zou dan wel een dure grap worden. Nou, Lil Kleine is zelfs kaal gegaan. Hè, voor mij, ik zag het, ja. Voor dat schreeuwen weg corona. Ja, dat is voor roddelpraat. Lil Kleine is kaal. Ik ga het zeggen. Dat zit er natuurlijk sowieso in. Oké, dan heb ik een vraag voor jou. Want ik ga 2021 sowieso kaal, want ik moet die haartransplantatie doen. Ik zou dat 2020 al gaan doen. Maar ja. Dat kan natuurlijk niet. Want vanwege corona. Heb ik nog een vraag aan jou? Wat vind je. Heb je wel eens een bekende Nederlander geïnterviewd? Of een BBN'er? Die je echt kut vond. Waarvan je echt dacht, nou, dat had niet gehoeven voor mij. Of had wel gehoeven. Ja, sowieso. Ik weet nog, als kleine... Kan je hier ook filmpjes in de namontage in doen? Wel als het op YouTube wordt geüpload. Ja hoor. Oké, nou, ik moest een Tim Hofman interviewen. Dus ik was bij AT5 op het vlogfeest. En daar kwamen allemaal vloggers toen. En ik stond aan het begin van mijn televisiecarrière. En toen zeiden ze, ga die Tim Hofman interviewen. Maar ik toen, dat was 3 jaar geleden, wist nog niet wie dat was. Ik, nou ja, naar die rode loper toe, ik riep Tim Hofman. Nou, toen kwam, zag ik Tim Hofman. Ik Tim Hofman interviewen. Dat is ook eigenlijk een heel stom verhaal. Want toen zei Lize dus, je weet Lize toch, de vriendin van je broer. What the fuck, ja, duh. Zei dus, ik zei, wie is de bekendste van jullie twee? Ja. En toen zei Lize tegen mij, ja, ik ben de bekendste, maar Tim Hofman doet het ook wel aardig. Dus ben je een succeskoppel op YouTube of niet? Ja, ik ben wel degene met succes en jij doet het ook aardig. Ik ga wel aardig, ja. Ja, lekker. En help jij hem dan een beetje omhoog? Help hem wel zo omhoog, ja. En ik met mijn domme botte harses ging toen Lize interviewen in plaats van Tim Hofman. Omdat ik dacht dat zij de bekendste was van de twee. En later kreeg ik de redactie achter me aan en zei ze, je bent de allergrootste botmogel van iedereen die bij de televisie is. En toen dacht ik, ja, dat zou kunnen kloppen. Dat is wel een mooi verhaal. Dat is wel een grappig verhaal. Vooral als het aan het begin van je carrière is.
Maar look at you now, man. Je doet roddelpraat met Dennis Schouten. Hoppa. Ja, zeker. Dus wat dat betreft, wie had dat ooit gedacht, hè? Dat ik sowieso... Hey, goed, man. Hey, en wat gaat er nog meer... je mag een vraag stellen, trouwens. Zorg even dat ik hem kan beantwoorden. Ik ben echt hartstikke misselijk van het fucking ei. Kut. Nee, ja... Ja, ik heb ook niet echt meer een hele bijzondere prang in de maat of zo. Ik ook niet. Dus laten we dan maar niet doen dan.